Ja, het is inderdaad even wennen. De temperaturen zijn een stuk lager uitgekomen dan wat we de afgelopen tijd gewend waren. We leefden ver boven onze stand. Vandaag en ook morgen ligt de temperatuur iets onder de norm voor deze tijd van het jaar. Want het kan veel kouder. En met de noordenwind waar we mee te maken hebben. worden overigens ook wolkenvelden aangevoerd. Dit waren de temperaturen aan het begin van deze middag. Zo tussen de 15 en plaatselijk 18 graden. 18 graden op een plek waar eventjes het zonnetje wist door te breken. Vrij magere temperaturen. En als we kijken op de satelliet. dan zien we hier Nederland liggen. Dan trekt er heel veel bewolking over het zuidoosten van het land. Daar heeft het ook een beetje geregend. En in de rest van Nederland worden met die noordenwind wolken vanaf de Noordzee aangevoerd. En dat Noordzeewater is koud. en We zien midden op de Noordzee ook dan nog de temperaturen nog wat lager zijn. 12, 13 graden wordt op de meeste schepen en platforms doorgegeven. En dat is de aanvoer. Daar hebben we dus voorlopig mee te maken. Maar het is zeker niet extreem koud. Dit zijn de laagste temperaturen per decade voor de juni maand. In de eerste decade op 2 juni 1953 in Maastricht een maximum temperatuur van slechts 9 graden. 15 juni 1953. 1971, 9,5. En later in juni staat er ook nog een scherp dagrecord. In de laatste decade op de 30ste junidag: 10,1 graden in het uiterste noorden van het land. In Groningen, Hildevliegveld. Ja, dat zijn toch wel bijzonder lage temperaturen. En daarmee kunnen we gelijk zeggen dat het huidige frisse weer. Alles behalve koud is. En, overigens, dit zijn allemaal jaren lang geleden. Ook in 2012 was het begin juni erg koud. Op de 3e juni liep de temperatuur op vliegbasis Twente niet hoger op dan 8,9 graden. En daarmee is dat de koudste junidag voor de eerste decade. Maar eigenlijk dus voor de hele juni maand. Een vrij recent record dus. Maar goed, de laatste tijd breken we vooral dagrecords. Wat maximumtemperaturen betreft. Wat hoge temperaturen betreft. Maar. Begin juni 2012 hadden we met lage druk te maken richting Scandinavië, hoge druk bij IJsland en daartussen in een noordelijke stroming. Daarmee wordt dan natuurlijk frisse lucht aangevoerd, maar als er dan ook nog eens een regenstoring boven ons land blijft slepen, ja. Dan ligt de temperatuur natuurlijk op een laag niveau. De komende dagen gaat die temperatuur overigens alweer omhoog. Met het naar zuidwest draaien van de wind. En er zijn zo af en toe momenten dat de zon heel mooi doorbreekt. Dus nee, slecht wordt het de komende dagen niet. Het is eigenlijk heel normaal Hollands juni weer.